Hoi en leuk dat je kijkt naar de nieuwe dagvlog. Mocht je mij niet kennen, ik ben Charlotte. In het dagelijks leven ben ik juf van groep 5, 6. Maar naast dat ben ik nog veel meer dan dat. En vandaag is het maandag en neem ik jullie mee. Goedemorgen, 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 sunshine. Je zal maar moe zijn, je zal maar moe zijn. Dit is mijn hoofd. Ja, maar dat hoort erbij. Noah was heel vroeg. Of er hangt heel veel stof hier, of... Ja, veel stof. Noah was extreem vroeg vandaag. Eigenlijk, ik ga eerst mijn brood smeren. Een beetje overkouwen. Hoeveel broodjes wil jij? Ik heb maar even opgestart. Ja, en ik doe dus Noah nu. Dat wordt spannend. Ja, dat is je expert. Nee, maar... Dat is spannend. Ja... Gewoon in de tijd. Ik heb al expres mijn bek al hartstikke vroeg gezet, maar 17:30. Ja, ik kan ook in de auto eten. Oh ja, jij neemt natuurlijk gewoon brood mee. Ja. Ja. Hé, hey, er heeft iets gelekt. Had jij eruit gepakt, heeft gelekt in de koelkast. Maar het is hier helemaal nat in de koelkast. Oh nee, ik heb er helemaal geen tijd voor. Poes, waar zijn we dan? Ja, ze hebben honger. Doe jij dat? Nee. Koffie. Ook mee, Linda. Jij zei net, ik doe mijn eigen ochtend, maar wil je wel koffie? Ja. Is het attent, die rush die gaat hard, hè? Ja, Noah, je flesje komt er ook aan. Dat is bijna op. Wat is bijna op? De musli. De musli. Die van jou. Ja, ja, ik weet het. Is lekker. Ja, die vind je veel te lekker. Flesje. Flesje. Kluier! Nee, is niet nodig, Noah. Hé, mama gaat het redden en anders kan papa even helpen zo. Nee, Mango. Ik, dat is even niet mijn ding. De katten nu. Gelukkig hebben wij jouw tasje voor de opvang al klaargelegd, Noah. Een poepluier, een kat gekotst. En de bak moet ook nog bij de weg. Hey Sam, ben je weer binnen in het hotel mooi? Neem je al die ontbijtkoek mee? Nee, terug opruimen in een kastje of zo. Ja. We hebben nog een poepluier en een plastic bak die bij de weg moet. Echter, kun je een ochtendroutine niet krijgen, kan ik je vertellen. Man, wat dan? Ja, is mijn beertje. Gaat mijn beertje doen? Ja, daarover. Nou, het was aan mij om de poepluier weg te doen. En... plastic bak bij de weg. Sven wil heel graag een foto van Noah bij zijn bureau. En als verrassing heb ik dat dus in mijn tas gedaan. Dus dat ga ik straks als verrassing op zijn bureau leggen. We zitten in de auto. Helemaal make-uploos. Zo uit bed gerold. Maar goed, ik heb het meegenomen in mijn tas. Dan kan ik het op kantoor even doen. Noah zit achterin. En we zetten hem nu af bij de opvang. Dat is een kleine 5 minuutjes rijden vanaf ons huis. Het is nu namelijk 7:03. Vanaf 7:00 mag je je kind brengen. Dus precies op tijd. Wij moeten daarna naar de zaak. En de zaak is in Nieuwegein. Dus dat is wel een stukje rijden. En aangezien alles met thuiswerken steeds minder wordt, zal het ook wel steeds drukker worden op de weg, toch? Dat merkte jij al, hè? Ja. Ja. Kijk. Ontbijt. Maar ik heb nog niet gegeten. Nee, je gaat toch niet ontbijten met dip in een bak boter? Ja, ik heb honger. Ik ben moe. Hoezo moet er een bak boter op? Lekker. Try to play, but you're never gonna beat me.
look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Dan gaan we op zoek naar wilde dieren. Oké. Okay. Er zit hier een hele gevaarlijke slang binnen. Ja, ik heb... de deur open, dan piept hij. Nou, welkom op de zaak. Hier zit André. Maar die zit nu in Spanje. Hier zit Sven. Hier zit ik nu. En normaal zit Ann hier. En aan die kant zit Reinier. Eerst even koffie. Ik ga naar boven voor. Vaak de plekken waar je op de kantoren gesprekken hebt. Ja. Jij hebt het gedaan eigenlijk. Oh, nou, niet echt geslapen. Jij? Nee, ook niet. Nee, ik moet mijn wenkbrauwen nog even doen. Maar ik denk wel dat de kijkers willen weten, want ik zeg altijd hoi en leuk dat je... Nou, hou op. Ik zeg altijd hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video of je vlog, bla bla bla. En dan zeg ik altijd, mijn vriend Sven verkoopt hondenbubbies. En iemand zei, staat hij dan in een winkel? Nee. Nee. Nou, duidelijk antwoord. Ja. Multiple choice. Ja, maar mop, ik ga eerst even wakker worden en opstarten. En dan vertelt Sven dat straks. Op mijn werk. Ja, Sven vertelt straks. Deze ben ik aan het inplannen. En deze komt, ga ik dus nu doen. Ik ga kijken hoe ver ik kom. Want ik wil ook echt naar de IKEA. Ik zie trouwens ook dat ik moe ben. Zo valt het mee. Kijk, zo valt het mee. Zo valt het mee. Nee, ik ga even... Ik zag Fanta staan in de koelkast. Ik ga Fanta halen. Ik heb echt trek in Fanta. Hij drinkt weinig. Ja, dat heeft hij al een paar dagen. Ja. Hij krijgt het telkens niet op, doordat hij niet zo lekker is. Ja, klopt. Hij heeft echt heel erg last van dat slijm wat hij heeft. En dan weigert hij echt verder te drinken. Ja. Ik heb net al een kleinere fles gemaakt. Dat hij gewoon schepjes eruit haalt. Maar hij is niet helemaal in zijn hum inderdaad. Maar ik denk, zo eventjes overleggen wat je wil. Ja, inderdaad. En toen belde dus de opvang. En wat ik wil is dat Noah beter is en dat ik gewoon lekker verder mijn ding kan doen. Maar zo werkt het helaas niet. Ja, misschien dat hij zich dan nu nog wel beroerder voelt dan gisteren. Dus ja. Ik zei dus net nog tegen jullie dat ik naar de IKEA ga, maar dat ga ik dus niet doen. Want Noah die is echt niet lekker. En dan is het gewoon niet fijn dat hij wil zijn flesjes dus niet opdrinken. En dan gaan we hem gewoon ophalen. Kijk, en het is wel echt meer dan een uur rijden. Dus we zijn er ook niet zomaar. Ze gaf al aan, hij gaat het niet tot 6 uur volhouden. Want we halen hem eigenlijk normaal gesproken pas rond 6 uur op. En dat gaat prima. Maar ja, hij is gewoon niet lekker. Dus, maar red jij dat ook, Mop? Of moet jij dan thuis ook verder? Misschien wel. Eigenlijk moeten we allebei thuis verder. Maar ja. Ja, nou ja, dat is wel hoe het is natuurlijk. Dus ik ga nu ook hier afsluiten. Spullen allemaal inpakken. Wij zijn weer thuis. We hebben Noah opgehaald van de opvang en zijn even naar de huisarts geweest met hem. Want hij was er gewoon echt, hij is niet lekker. Gelukkig is er niks ergs aan de hand. Hij heeft gewoon heel erg last van slijm in zijn keel en hij ligt nu lekker op bed. En wij zijn echt zo moe. Ik
weet dat het heel vervelend voor jullie is om dat te horen hoor. Het is natuurlijk helemaal niet leuk of gezellig, maar het is gewoon de situatie. Ja, normaal gesproken gaat hij morgen op dinsdag ook altijd naar de opvang. En daarna haalt mijn moeder hem op, maar we gaan even kijken hoe deze nacht gaat lopen. Het zou kunnen dat we zeggen van nou, hij is echt niet lekker, dat doen we niet. Ik stond ook gewoon echt net op het punt om naar de IKEA te gaan. Maar goed, dat hoort erbij. Ik ga eventjes deze gevulde koek opeten en dan ga ik even op bed liggen, net zo lang totdat hij wakker wordt. Ik ben wakker en ik wilde dus eigenlijk gaan koken, maar dat heeft Sven gedaan. Kijk, hij heeft hier heerlijk aardappeltjes in de oven gedaan. Oh, je ziet het niet eens. Super lekker. Dat weet je nooit. Jawel. Het is super goor. Nee, het is lekker. Truffelmayo erbij. Oh. Een salade. Ik heb al even geproefd. Ook heel erg lekker. En een stukje vlees. Noah slaapt gewoon nog steeds. Hij is nu aan het wakker worden. Hij heeft vanaf 3:30 lag hij in zijn bedje te slapen en het is nu 6:00 geweest. Hij is echt heel moe. Na het eten dan ga ik hem de fles geven en dan bel ik even mijn moeder. Om te overleggen over dinsdag. Nou, Noah is ondertussen wakker. We hebben net met hem gestoomd in de badkamer. Dus de douche echt super heet aangezet. En ik ga nu heel eventjes een was draaien. Want heel veel dingen hebben we niet meer. Ik loop zo achter met de was. Dat is niet normaal. Dus ik ga nu naar boven. En de was doen. En Sven gaat Noah even op bed leggen. Hij is echt nog niet eens een uurtje wakker. Maar hij is gewoon zo moe. Van al het hoesten en het verkouden zijn. Echt zo sneu. Ondertussen is het 9:15. Ik heb eigenlijk geen idee wat het laatste beeld was. Noah is nu al vanaf 6:30 wakker. Ondertussen mijn moeder gebeld en hij blijft gewoon hier dinsdagnacht. We houden hem lekker bij ons thuis en hij krijgt nu zijn fles. Ik hoop dat hij hem helemaal leeg drinkt. En het scheelt dat ik nu voorjaarsvakantie heb en ik heb wel wat thuiswerk spul voor nou ja, YouTube. Ik heb heel veel vlogs die ik nog moet editen. Wil editen ook, hè. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Sven heeft morgen ook een thuiswerkdag. Dus ik heb morgen een meeting. Want ik ga bij de PABO van Groningen spreken. Eind maart. Daar ben ik voor ingehuurd. Super tof. En daar heb ik morgen een meeting van. Met die studentenvereniging. En dus op dat moment gaat Sven even op Noah letten. En dus het is gewoon wel heel fijn dat we samen thuis zijn. Als hij een hele goede nacht maakt, misschien dat we hem wel naar de opvang brengen. Misschien niet. Ik heb geen idee. Ik wilde dus ook nog heel graag met Sven daar laten zien en vertellen wat hij precies doet. Maar dat houden jullie dus nog wel van ons te goed. Dit was totaal anders dan hoe we deze dag in gedachten hadden. Maar goed, ja, dat hoort erbij. Dat kan gebeuren. Dus ja, een gewone maandag bij ons. Dat is toch echt dit. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze dag.